Jongens, vergeet niet te abonneren. Vandaag in deze video wil ik toch een beetje praten over mijn toekomst, Rolien. Heel hoe ik het wil. Maar toekomst, misschien deze week of 2025, we zullen allemaal nog bekijken. Dus we gaan deze video nu beginnen. Yo, kijkers. Zo. Ja, maar ik heb een beetje. Maar voorbeeldje ik dat ga vertellen, moet ik even iets controleren op mijn telefoon. Dat misschien de video wel online is gekomen, dat ik hem misschien nog ontwerp heb laten zien. Dus dat ga ik even goed bekijken. Volgens mij wel, geloof ik. Praten over de nieuwe film? Nee. Even kijken, ik gok van wel eigenlijk. Maar moet ik eerst even goed bekijken. Ah kijk, ik heb een man. Zoiets wil ik in mijn woning hebben. Misschien. Ja, dat is de video. Hoe ik graag de badkamer wil. En Maar jullie hebben overzien hoe ik het wil. Maar er gaat door één dingetje weg. Dat is de staan-wc. De staan-wc. Die wil ik toch weg hebben. Die wil ik toch niet maar één hebben. En ja, maar hoe wil ik graag dan de inrichting hebben van de woning, dat ik zelf niet echt helemaal. Maar daar moet ik eens een keer zo goed over nadenken hoe ik het wil. Maar eerst wil ik eens even goed van dichtbij bekijken hoe groot het appartement, ja, hoe groot de woning is. Ja, de woning is wel groot van het gebouw zelf, maar van binnenin, waar wij in wonen, wil ik eerst willen vanaf het begin willen bekijken hoe groot ze zijn, wat een goede ruimte is voor al die spullen. Ja, niet allemaal, maar daar ga ik zo meteen over praten. Ja, en weet je wat, ik denk dat we nu gaan beginnen over praten over de spullen wat ik weg wil en wat meegaat. Dus, hoppakee. Zo, ik ga even heel veel aantal opnoemen wat ik eigenlijk ga mee willen hebben. Dat zijn sowieso de posters, ja, van de Efteling eigenlijk. Kaarsenlamp. Ja, kaarsenlamp, dat is deze hier, naast de schilderij van de Spookslot. En dan doe ik een kastje, dit hier. Maar ja, ik doe even snel. Boeken, kleding, magneten, tablet, Efteling spullen. De TikTok statief, dekbed overtrek, kussens, knuffels, hij staat nogal met knuffels, volgens. En de Xbox en de spelletjes van de Xbox en mijn eigen tv wil ik sowieso mee hebben. En natuurlijk voor YouTube, camera's, studiolamp, laptops, ik heb twee laptops. Ik ga de camera even zo naar een stijve arm. Ik hoor de gele bank, de ID-logo die op de rode muur hangt, de schrijfbord, de kleine tafel en natuurlijk de YouthVlog logo-bord. Ja, dat zijn de dingen wat ik ga mee willen hebben in de woning. Maar nu ga ik eens vertellen wat ik niet wil hebben in de woning. Dat zijn de kruis, de spiegel, kasten, nou als je afgaat naar kasten, en deze twee. Even kijken hoor. De stoel waar ik nu op zit, wil ik ook eigenlijk niet meer. De deur, ja, ik probeer een beetje wat ouder te worden, sommige houden van die deur. Dus ik dacht, ja die kan wel weg, die kan wel weg. Even kijken hoor. De poster. Poster? Welke poster? Maar ik weet het zelf niet echt meer. De plattegronden. Giftguards. De abonnement van de Efteling. Feestgoedjes van de Efteling. De waaier, wil ik niet meer. Plastic eieren. Ja, dat is niet echt decoratie. Even kijken hoor, de Efteling staf. Dat is dit. Geel-rode kast, ja, die ene kast waar ik een video heb opgenomen.
En natuurlijk de zwarte rek, de gitaar en de greenscreen. En als je afvraagt waarom ook de greenscreen, ik gebruik hem niet echt meer. Ik weet toch niet. Ja, ik weet wel hoe mijn Vavi werkt. Maar ik weet niet echt helemaal hoe ik met de greenscreen kan doen eigenlijk. Daarom dacht ik, die kan ik maar even gewoon, kan ik gewoon wegdoen. Maar ja, ik ga deze video weer afronden. Wil je meer willen weten van de woning? Misschien ga ik eens een keertje weer beelden opnemen. Hoe ik het wil eigenlijk. In Den Bosch tenminste. Als het ook echt uitkomt tenminste. Als het niet zo is, dan zoek ik een andere locatie. Maar ja. Vond je het een video? Morgen ben ik weer op dit kanaal weer te zien. Dus maar één ding te zeggen. En het is later. Tot ziens, later.